Hey dames en durfs, mijn naam is Joost en welkom bij deze Achievement Guide voor Feed the Beast. Wat je moet doen in Map of the Dead, obtains the Hell's Retriever. De Hell's Retriever is de tomahawk dat een hoop gasten killt. Ja, ik weet het. Fucking epic, de tomahawk is terug in zombies. Is terug in zombies? Is voor het eerst in zombies. Nou, laten we maar gaan kijken hoe je dit moet halen. Oké, je moet natuurlijk eerst alle beasts of alle honden gaan voeren met dode zombie lijken. De eerste hond is Hero, dat is in de... Als je de eerste deur hebt opengemaakt, kan je hier meteen naartoe, want deze deur is altijd open. Wat je moet doen is gewoon zombies killen. En je ziet daar, als de zombies dicht genoeg bij de hond zijn, worden zijn lijken opgezogen in de hond. En als je na verloop van tijd genoeg zombies hebt gekillt, dan heeft de hond genoeg gehad. En dan trekt hij zichzelf terug en dan zie je een klein rood vlammetje daar. En dan weet je dat het goed gedaan is. Oké, de volgende bevindt zich hier op de docks. De docks is als je de gondola hebt gepakt. Nadat je de eerste zombie gekillt hebt dicht bij de hond, dan spant hij weer en begint hij weer de lijken op te vreten, zoals je hier ziet. Dus blijf hier en kill genoeg zombies. Oké, hier zie je dus weer dat we de laatste zombie killen die de hond nodig heeft om, zou ik maar zeggen, genoeg te eten. Hier zie je dat hij hem lekker oppeuzelt, nom nom nom. En de hond trekt zich terug en je ziet opnieuw het rode vlammetje op het logotje. Dat betekent dat je deze ook goed gedaan hebt. De laatste zombiehond is Hero. Net voordat je naar boven gaat voor naar het vliegtuig. Hij hangt aan de muur aan de andere kant, aan links van de part en aan de andere kant van de Dead Show Deckery. Opnieuw, kill genoeg zombies om hem te voeren. Hier zag je weer dat hij spande. Ik raad je wel aan om hier wat redelijke wapens te hebben en op zijn minst Juggernaut, want er komen heel veel zombies en het is best wel een kleine ruimte. Dus het is aardig moedig. Godver, ik kan echt niet praten. Het is aardig moeilijk om hier zombies te killen. En als je eenmaal alle zombies gekillt hebt zoals je net zag en dat de hond weer het rood vlammetje wordt, loop je deze kant op die wij nu lopen. Je gaat in Afterlife zodat je deze deur op kan maken, maar je kan ook helemaal omlopen. Het is wat je zelf maar wilt. Wij denken we nemen natuurlijk de kortste route. Dus wij openen die deur met Afterlife. Dat kan je vervolgens doen door in dat andere deurtje te gaan in Afterlife mode. En daarna loop je, niet dat te open doen, dat is helemaal niet nodig. Dan loop je hier naartoe. En open je die deur. En daar ook bij de drie hondenkoppen aan de muurtje weet je dat daar de deur is waar je de Hell's Retriever kan pakken. Druk je op X en daar is ook je achievement. 10G, 10G, Feed the Beast. Dus wat je moest doen was in Map of the Dead obtains the Hell's Retriever. Ik laat nu ook nog eventjes wat gameplay zien zoals jullie weten hoe het gaat. Hier zie je dus dat ik nu de Hell's Retriever gebruik om deze hele grote groep zombies te killen. En dat is eigenlijk alles wat je moet doen. De Hell's Retriever is ook upgradable. Als je de Hell's Retriever... Ik weet hoe het moet, maar ik heb het laten niet zien in deze video hoe je het moet doen. Als jullie het wil weten, er zijn zat video's over op het internet. Kijk maar op hoe je de Hell's Redeemer moet maken. Dat vind je makkelijk op het internet. Bedankt voor het kijken, dames en derps. Tot in de volgende episode van wat ik ooit zal maken. En later. En als je dat gedaan hebt, kan je de Acid Trap kopen. Of de Acid Trap. Deze trap zorgt dat er allemaal acid uit het dak komt. Dat alles killt wat erin gaat. Zombies zijn ook mensen. Dus kijk uit dat je hier niet doorheen rent. Dus dit is de eerste trap die, die wij doen. En die je zelf ook kan doen. Niet moeilijk om te vinden.